Mores Meubelbedrijven te Hulst. Uitgever van een meubelboek enig in Europa. Met 620 pagina's Wonen in Beweging. Het meubelboek 87-88 is bijna voorbij. 88-89 is in voorbereiding. Eerst worden films computergestuurd op een drukcilinder gezet. Fijne diamanten slijpen een raster in het koper. Voor iedere kleur, rood, geel, blauw en zwart, wordt een cilinder gegraveerd. Hier een detailopname van een gravure op een cilinder. Eerst wordt een kleurenproef gedrukt op deze proefpers. Na goedkeuring van deze proefdruk komt het grote werk op een reusachtige diepdrukpers. Na het inlopen van een paar duizend katerns wordt door ons ter plaatse de laatste kleurcorrecties aangegeven. Hier ziet u de laatste mogelijkheid van handmatig kleurcorrigeren op de cilinder, een vak dat geweldige nauwkeurigheid en vakmanschap vereist. Dan worden de gecorrigeerde cilinders teruggeplaatst en kan het drukken definitief beginnen. Maar liefst 900 ton papier ligt te wachten om te worden verwerkt tot het imposante Mores meubelboek. Zonder persstilstand wordt een 2000 kilo wegende papierrol van lijmstrook voorzien en automatisch doorgerold.
Met een snelheid van maar liefst 35.000 exemplaren per uur rollen de katerns van 56 pagina's tegelijk uit de pers. Vanuit de controlekamer wordt van minuut tot minuut de kwaliteit gecontroleerd. Katerns worden verzameld op pallets en vervoerd naar de binder. Katern voor katern wordt machinaal verzameld, van omslag voorzien en via een driesnijder keurig rechtgesneden. Terwijl het binden in volle gang is, wordt in eigen beheer de bestelformulieren van adres voorzien, waarna verzending kan beginnen. Thank you.
een nieuw meubelboek is geboren. 620 pagina's wonen in beweging. Aan de glunderende gezichten is te zien dat het karwei geklaard is.